Goeiedag en weer eens welkom hier bij ons Verdenkingtijd Sam. Het is lekker dat je hier is vandaag. En ons is bezig om te kijken naar hoe lijkt een geestvervulde volgeling van Jesus. En ons kijkt vandaag weer eens naar die aspect van geduld. En hier sê dit in Prediker 7 vers 8 die volgende. Een taak wat voltooi is, is beter als die begin. Geduld is beter als hoogmoed. Nou, ik denk geduld is iets waarmee allemaal van ons gewoonlijk ook maar sukkel. Of het nou is, als je in die kar rij, als je bezig is met internetgoeders, als je bij winkel is, als dienst gewoonlijk niet vinnig genoeg gebeurt nie, of iets gebeurt niet vinnig genoeg nie, dan wordt ons sommer net kwaad, of ons loopt sommer net weg, want dinge gebeuren niet vinnig genoeg voor ons nie. En hierdie is alright, denk ik, in sekere aspekte van die leven om vinnig te wees, maar die geest kom maak het duidelijk voor ons dat het is beter om geduldig ook te wees in die leven. Want daar is sekere dinge in die leven wat ons niet moet voorbij wens nie. Daar is sekere dinge in die leven wat niet altijd vinnig gaan gebeur nie. En daar is ook een goede reden daarvoor. En ik denk aan aspekte soos jou familie, jou kinders, tyd saam met hulle, hoe jy sekere dinge beleef in jou leven, is nodig om nou en dan geduldig deur daai goed te gaan. Om leven te genieten samen met jou kinders, om leven te genieten samen met jou man en vrouw, om te genieten hoe je ouder wordt in die verschillende fases van in jou leven waar die reg gaan. En ik denk vooral in je verhouding met God en hoe God werkt en wat God doet. Dat vat nou en dan tijd, maar is ook een goede ding, want zodoende neem je alles in, geniet je alles. Moet niet je leven voorbij wens nie. Moet niet elke dag voorbij wens en je wens is net morgen en die volgende week en die volgende jaar, want je wil net voorbij alles komen. In sekere aspekte, wees juist geduldig. Vra die geest om jou geduldig te maken, dat je het ten volle kan genieten en beleef. Dat je een dag ook kan terugkijken en zeggen: jy het werkelijk waar jou leven geniet. En jij was dier alles en jy het alles ten volle beleef soos wat jy moes. Kom ons bid ook hierdie vandag saam. Heere Jesus, so baie dankie dat jy hierdie liefdevolle God is, hierdie wonderlijke goeie God is in ons leven. En Vader, ek kom bid vandag vir elkeen van ons Heilige Geest, mag jy ons meer geduldig maken in ons leven, dat ons mekaar, ons vrienden, ons vrouwens, ons mans, ons kinders, ons wie ook al om ons is, in sekere levensfases net zal meer geniet, net meer zal inneem en beleef, en Heere, dat ons niet aspecten van ons leven zal voorbij wens nie. Vader, ek bid, dat u ons rechtig word geduldig sal maak in die goeders, en dat u gees ons zal helpen met dit. Vader, ek bid vir elkeen wat verschrikkelijk ongeduldig is, vir elkeen wat sukkel met hierdie aspek. Vader, ek bid, Heilige Gees, kom werk binnen ons, kom maak het duidelijk vir ons, en dat ons die waarde van dit sal besef en uitleef. Dank Heere Jesus net vir dit, dank vir vandag, en ek bid vandag juist, dat U ons geduldig sal maak in die aspekte. In Jesus naam vir ons dit. Amen en amen. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel het, tot volgende keer, goed gaan.